Ja, grote overgang. Volgende week namelijk start de finale ronde van het leukste dorp van Groningen. Maandag gaat de karavaan naar het eerste finale dorp, Winsum. En de Groningers kiezen uiteindelijk het leukste dorp zelf. Maar daarbij komt ook nog een stem van de jury. En wie anders, ja, van wie anders kan die stem zijn van onze nou, meest professionele jurylid van Nederland, Femke. Jacques d'Ancona. Je treedt buiten je oefen. Goeie bril trouwens, heel goed. Dank je wel. Ja, jij kunt het weten, ja, want jij bent natuurlijk ook top. Mr. Bril himself. Ter zake. Jacques, hoe gaat het met je? Heel goed. Ja, we druk je lang en niet bezig. Gezien. Ik heb jou vaak gezien, maar goed. Nee, lang niet gezien. Hoezo? Niet. Ja. Nou ja, hier verdient natuurlijk. Te land, te zee en in de lucht. Steeds precies. Hoor. En hier aan tafel. Want ja. Als we het over jureren hebben, hè, ik wil even wat wapenfeiten noemen. Soundmix Show, Sterren Playback Show, Musical Awards. En nou ja, ik zou de hele uitzending kunnen vullen. Leukste dorp, ja. Mag natuurlijk niet ontbreken. Het leukste dorp van Groningen. Ja, dan ben ik jurylid. Ik ben dus in 10 plaatsen. En ja. We starten dus. En je bent, even voor de duidelijkheid, je bent de jury. Ik ben de jury. Jurylid. Zonder enige concurrentie ben ik de jury. Ik geef punten en ik geef bonuspunten. En ja, dat is een hartstikke leuk concept wat door Moomba dan is bedacht en uitgevoerd. En Jaap Alkema heeft gezegd, zo gaan we het doen. Nou, zo doen we het dus bij Radio TV Noord. En de mensen zijn natuurlijk ook zelf heel erg actief om mee te stemmen. Ja, digitaal precies. Mee te stemmen. En mijn punten die tellen. Ja. Maar goed. Ja, en de punten natuurlijk van de Groningers. Ja. Wat vind je van zo'n verkiezing, zo'n leukste dorp? Ongelooflijk leuk, want vorig jaar is het niet geweest. Toen heb ik steeds gebeld, wanneer is het nou weer eens? Nou, dit jaar is het dus weer eens. Vandaar dat ze aan jou dachten als jurylid. Het zou me zo kunnen wezen. Maar je merkt aan de mensen dat ze het fantastisch prima vinden. Want het is natuurlijk niet alleen het leukste dorp van Groningen, maar het gaat natuurlijk om zoveel facetten waar we het dan nog over zullen hebben. Ja. Namelijk over de saamhorigheid, over het organisatietalent, over wat leeft er in die dorpen, hoe presenteert een dorp zich. Ja, dat is en hoe gaan ze ook om met het thema. Ja, en hoe gaan ze om met elkaar, lijkt me ook. Ja, want presenteren is één ding, maar ze moeten het ook waarmaken in de praktijk. Want een van de twee facetten toch? Is natuurlijk ook het organisatietalent. Je kunt wel wat bedenken, maar hoe doe je het dan? Wie hebben de leiding en is de leiding ook aanwezig om het helemaal te volgen? Ja. En daarnaast, ja, wat denk je waar ik op let? Op de creativiteit. Want de thema's zijn natuurlijk fantastisch leuk. Vertel wat voor thema's gaan we zien. Als we komende maandag beginnen in Wagenborgen, dan hebben we Wagenborgen gaat Braziliaans. Aha. Ja, wat gaan ze doen? Dat wordt een gevechtsdans, of weet ik wel wat ze gaan doen. Een gevechtsdans? Waar ik op let is natuurlijk ook, hoe creatief, hoe origineel is dat? Wat gaan ze dan doen? En dan zijn we de dag daarna zijn we in Vlagtwedde. Ja. En die gaan op China. Maar wacht even, want we vergeten Winsum. Wanneer was Winsum dan? Winsum, daar beginnen we mee. Winsum beginnen we mee. Dan zo. Is het Wagenborgen even, en dan is het Vlagtwedde. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Dus Winsum beginnen we mee, Wagenborgen, dat zijn de Chinese maskers. Aha. Dus wat doen ze ermee? Hoe zien ze het eruit? Weten ze ook een leuke twist te bedenken? Ja. Weten ze iets te bedenken wat maar, lekker Jacques, is? Mag ik je even onderbreken? Want dat zijn heel verschillende dingen. Hè? Ja. Het is wel een beetje appels met peren vergelijken. Een Braziliaanse vechtdans of een masker. Je komt terecht bij talent en bij creativiteit en bij organisatievermogen. Dat is het. Dat zijn de factoren. Dat zijn de factoren. Dus dat kun je echt heel goed afwegen. Ja, absoluut. Ja. En als we dan in Vlagtwedde terechtkomen en ja, dan gaan we het weer hebben over iets heel bijzonders. Dan gaan ze wintersport doen en dan zou ik jodelen moeten beoordelen. Aha, kun je jodelen? Nee, gelukkig niet. Heb je er verstand van? Ja, natuurlijk. Okay. Ik heb overal verstand van. Ik jureer ook suikerbrood als het moet of kerstgebak. En ik heb heel veel spijt dat ik deze zomer niet in Frankrijk was. Want goede vrienden van mij, Ellie Nieman en Rickert Zuiderveld, hebben gezegd dat jij daar op straat gezongen hebt. En ik ben heel goed in straatmuziek, want op de zaterdagen jureer ik bij de NCRV Radio in Cappuccino straatmuziek. Ja, maar ik jodel niet, hè? Nee, daar ben ik een beetje blij om, maar jij kunt andere dingen. Ja, precies. Hey, wat heb jij zelf eigenlijk met het fenomeen dorp? Met het dorp, die gemeenschap, is het eng of heeft het een blik naar de wereld? Voor mij is een van de dorpen uiteraard Stadskanaal. Geboorteplaats van mijn moeder, woonplaats van mijn grootouders destijds. Theater Geert Thijs, waar ik een beetje mee groot geworden ben in 40 jaar tijd. Waar ik heel veel geweest ben. Kortom, Stadskanaal heeft een hele warme plek. En dat mag ik nu zeggen, volstrekt onbevooroordeeld. Want Stadskanaal doet niet mee. Nee. Dat, en ben je de 2 jaar geleden, heb je toen gevolgd? We zien daar toen beelden heb ik gevolgd van. Op tv. Ja, ja, we zien nu beelden van die zinderende finale. Die hier in de grote hal van de mediacentrale. En dat is nu weer, hè? In de mediacentrale. En dat is nu weer, hè? Op 16 augustus. Op 16 augustus. En mag jij dan
Ja, dan heb ik ook een rolletje in, namelijk het bekendmaken van mijn score ten aanzien van de creativiteit waarmee ze de opdrachten hebben uitgevoerd. En de laatste opdracht is dus voor Westerlee en ik weet wat ze moeten doen, maar ik ga het niet zeggen, ik mag het niet zeggen. Want dat mag toch niet bekend worden gemaakt? Dat ga ik niet iedere doen, dag maar dat wordt lachen. Oké, okay. Nou, Westerlee, Jacques? En tussendoor zit nog een Noordhoorn natuurlijk en Marem en Niekerk, gaan we door. We gaan het zien. Lijkt me leuk. Heel benieuwd, dankjewel. Jacques van Kona. Met genoegen.